deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf alles op de hoogte en ook als we live gaan. Ik sta in de keuken en dat is maar één ding wat het betekent. Tosti. Oh nee, dat is nog vaat. We hadden nog broodjes over, die zijn bijna klaar. Ja goed, ik heb heerlijk lekker de tafel gedekt. Lekker met de lunch. Ja, dat is wel weer mooi. Er waren een paar broodjes waren nog over. Die heb ik nou in de oven. En dan zijn ze lekker warm. Ik heb een minuutje of 5-6. En dan is misschien ook een tip voor jullie. Als je nog broodjes over hebt, bewaar die voor de dag daarna. Want dan kan je ze gerustig eten. Neem dat van mij aan. En als je dan de volgende dag dat eet, dan doe je even een klein beetje water even eroverheen. Met je hand zo een beetje. En dan wrijven allebei de kanten. En dan in de oven zetten. Dan is het net alsof het weer knapperig is. Dus dat is een tip voor jullie als kijker. Dus ja, en dankjewel voor de nieuwe abonnees wat er zijn bijgekomen. Dank jullie wel. En daar zijn we heel erg trots op. Dus ik ga eten. Heerlijk lekker broodje eten. En dan gaan we er iets moois van maken vandaag. Ik heb de lunch heb ik opgeruimd en helemaal opgegeten. Ja, oh wacht. Hier ligt nog een pyjama vandaan. Ik kan die ook weer de was in. Want ik moet sowieso daar nog even een was aanzetten. Want ja, dat hou je toch altijd. Kijk, hier is nog wat was en daar is nog wat was. En ik wil hier ook nog even de was afhalen en dat soort dingen allemaal. En dan kunnen we even verder. Want ja goed, het moet toch even gebeuren, hè. En ik moet straks sowieso nog even tanken met de scooter. Maar dat komt dan later. Ik denk dat pas als Daan uit school gaat, tot ik dan even ga. Dus ik ga daarin beginnen en dan gaan we dat even doen. Ik heb me heerlijk lekker gedoucht en ik heb me aangekleed. Nou ben ik van plan om dat af te gaan halen en te gaan verzorgen en dat soort dingen allemaal. Dan ben ik nou even de wasman. Dan ga ik de was even afhalen. Yes! Like deze video. En druk het blauwe duimpje aan. Ja, dat is hetzelfde. Hè? En druk even de abonneerbutton. Yes! En ik ben wel even wat verder. Ik heb de bedden nog niet heb ik opgemaakt. Maar dat komt dan later. Maar het enige wat ik wel heb gedaan. Hey, hangt er een nieuwe was? O jee! Nee, ik heb de was wat droog was, heb ik weggestreken, opgevouwen en dat soort dingen allemaal. Die was was klaar. Dus die heb ik ook heerlijk lekker ophangen. En dan heb ik die andere heb ik dan ook aangezet. En dan is de wasman nog wel leeg tot vanavond. Kunnen we opnieuw wassen. Dus ik heb dat voor Linda, wil dat opruimen. Dus haar kleren heb ik wel dan opgeruimd. Ik heb mijn schoenen aan. Daan moet vandaag overblijven met zijn huiswerk, want dat is iedere week is dat. Dat komt iedere week weer terug. En daar is de kat. Heerlijk aan het chillen. En ik ga even met de scooter. Ik heb mijn jas aan. Ik heb de scooter aangezet. En ik ga even naar het tankstation. Dan gaan we dat even doen. Ik ben bij het tankstation. Ik ga even tanken. Hebben we dat gehad. En ik heb getankt. Ik ga nou betalen. Ik heb betaald, dus ik ga de helm opdoen en dan gaan we richting huis. Want ik kan wel even vertellen, vorige week was ik hier en dan was het zo slecht weer. En dan sprak mijn vrouw sprak aan dat schijnbaar hier bij die benzine een of andere chemicaliën in zit, waardoor het kan vonken. Ik weet niet of het zo is, maar als het zo is, laat hem even weten. Dus, want ik sta wat te filmen bij Tankstation, maar ja goed. Dat kreeg ik dan te horen, dus... Ik zeg Tankstation, dankjewel voor de benzine. Ik heb even een tussenstop gemaakt. Dan kan ik hier even naar binnen even kletsen. Want Daan die komt toch later thuis. En dan is Linda net klaar met douchen.
Kijk, en zo combineren we het dan samen. Ja. Nou. Zo. Ik ga even gezellig naar binnen. Wij gaan weer naar buiten. Dus we hebben even gezellig gekletst. Even een kopje koffie gedronken en dat soort dingen allemaal. Ja, dat hoort er ook bij. Huh? Nou, in ieder geval, ik ga er vandoor. En dan. Nee, ik zie jullie mij dadelijk. Ik ben thuis aangekomen, zoals jullie zien. En wat heeft Daan gedaan? Het hele boel hier nat gespoeld. Ja, goed. Hij was zich aan het vervelen. En dan pakt hij hier de tuinslang, hè. En dan gaat hij hier alles nat maken. Maar goed. Ah, daar is Linda. Linda. Chocolade voor mijn velk gekregen. Oh. Ja, dus zijn we compleet. Daar is de kat. Loop gauw weg. En dan zijn we weer thuis. Ja. Dan zijn we blij. Daar is Daan. Hallo Daan, is aan het gamen. En aan het telefoneren. En dat soort dingen allemaal. Dus ja. Dan ga ik mijn jas uit doen. Ik heb alles weer klaar. En Linda is ook weer helemaal klaar. Ik heb gelijk even mijn schoenen uitgedaan. Want ja, goed, dat is wel fijn. En dan ga ik even nog even zitten. En dan gaan we dadelijk beginnen met kokkerellen. Dan gaan we eten maken. Yes, like deze video. Dan zijn we even wat verder. En ik laat even zien wat we gaan eten. We hebben nog een paar aardappelen. Prima. Die ga ik maken. En dan komt wel eens dingen in orde. Ja. Oh. Yo guys, how are you doing? I'm fine. En yo. Even gelijk voor de kat uitleggen. Dan hebben we dat in ieder geval ook gedaan. En dan kan ik even beginnen met schillen. Ja, deze vlog zal denk ik wel wat korter worden als normaal. Ja goed, het is weer het begin van de week en hoe heet het? Dan ja, met het werken, dan krijg je dat soort dingen. Maar niet erg. En kan ik wel even vertellen, ik ging naar hele baan toe voor te tanken. En ik weet niet of jullie die kennen. Dat zijn die zwarte fietsen. En daar zit een hele grote accu op. En die gaan, geloof ik, bijna 30 km per uur. Dus ja, goed. Dat was een jonge knul. Die reed op zo'n fiets. Die hebben, geloof ik, van die dikke banden hebben die. Ja, goed. Die reed bijna. Die reed heel erg snel. Weg moet ik zeggen. Ik denk, ik denk, moet ik niet geen helm op, weet je wel. Schijn maar niet met die fietsen, want dat is gewoon een fiets, een accufiets. Alleen, ja, die zijn heel erg populair hier in Nederland. En, ja. Dan is dat zo. Maar ik denk, hé, die gaat wel heel erg snel. Want ik rijd al met de scooter al 25 kilometer. Dus, dan is dat weer, ja. Weer een dingetje. Weet je, dan krijg je allemaal van die discussies aan. Weet ik het allemaal. Maar goed. Dus ik zag die knal. Ik denk, ja, ik ga er niet op in. En even later stopte die. En dan ja, was hij aan het kijken. Ja, dat kan hè. Maar die fietsen zijn heel erg populair. Maar ook volgens mij ook heel duur. Als je zo'n fiets wil aanschaffen, volgens mij tegen de 1000 euro geloof ik aan, denk ik. Ach ja.
Ja, je merkt dat het weer begin van de week is. Hè? Ja. Dus we even wennen. We hebben net een heerlijk weekend gehad. Leuk weekend moet ik zeggen. Was super gezellig. Met alles. En ja, goed. En ik had vandaag had ik heel veel van de gemeente. Terwijl eigenlijk de gemeentes willen van het papier willen ze eigenlijk af. Maar op een of andere manier wil dat niet lukken. Dus. Want het schijnt dat er een of andere toeslagen is of wat ze willen krijgen. Mensen met een uitkering hier in de buurt. Een of andere toeslag is dat. Ja, goed. Dat moesten we dus voor rondbrengen. Ja, en ik moest vandaag moest ik naar Hoensbroek. Dat is bij de Lidl daar in de buurt, in die wijken. Daar heb je de Hoofdstraat. En, ja goed, daar had ik enorm, had ik zo'n pak post had ik daarvan. Ja. Ja goed, maar ja, dan is het even een beetje doorwerken. En dan ja, gaan we erin zitten. Ik ben met die straat en ik een half uurtje ben ik bezig geweest. Ja goed, en ik had dan de hele wijk had ik dan. Dus. En dan is dat wel met die, tegenover die andere is dat wel wat minder. Ja. Ik ben bijna dood. En Daan is nog altijd een gamer. En dat is een beetje het rusten. Ja goed. Toen was er weer vroeg dan. Helaas, helaas. Helaas, helaas. Ja goed, we gaan zien wat onze toekomst brengt. Hè. Ik hoop voor ons heel veel goed. En voor jullie ook. En dan hoop ik dat er heel veel goeds ook voor jullie tegemoet komt. En dat kunnen we ook van iedereen van harte. Ik ben. Hij is met een klasgenootje online. 80%. En leuk dat diegene laatst met de livestream ook met Daan online is geweest. Dat was wel leuk, moet ik zeggen. Ja, dat was top. Nou, ik ga nog even verder met de schillen. De aardappeltjes zijn klaar, dus die zijn lekker aan de kook. En dan ga ik even de rest even pakken. Want ik had het even hier neergezet. Ik heb de rest nog niet gepakt, maar dat doe ik zo meteen wel. Kijk, want we eten heerlijke spinazie. En het vlees moet ik ook nog even pakken. Dan eten we... Sausages. Ja. En de kat is ook hier. Kijk, daar is die. Ja, daar is die. Zeg maar hallo mensen. Ja, hij zegt niks. Dag. Nee. Dag. Ja. En Linda gaat even de deur uit. Zo. Hopla, ja, ik heb mijn handen al gewassen. Ah, Linda komt straks zo weer terug. Ja, ja, ja. Even de dingen roeren. Lekker spinazie. Spinazie à la crème. Lekker. Heb je power van. Zo. Oh. Dat is dat.
Ja. Ja. Ah. Oei. Oei, oei, oei. Zo. Je ook even lekker rollen. Worstjes even erin. Yes. Zo. Nou. Zoveel sap kwam er ook weer niet uit. Dus, maar toch even opvoelen is het beste. Dus mocht je ook vlees in zo'n bakje hebben, is echt een aanrader om... Ik moest even kijken naar de tijd wat ik heb opgenomen. Daarom doe ik zo. Maar het is echt een aanrader om zo'n bakje even om te spoelen. Want anders krijg je allemaal van die maaien en dat ongedierte, dat trekt er aan. En ja, dat is dan wel wat minder. Maar goed, bij ons gebeurt dat ook. Dan is dat zo. En wat ik zei met die broodjes, is ook wel mooi. Even omdraaien. Wat is dit? Ja. Hé. Huh? Hey. Kekkie. Nou, ik ga even tafel dekken, dan heb ik dat in ieder geval gehad. Like deze video. Terwijl het eten heerlijk lekker nog zijn gang gegaan is, heb ik alvast de kat verzorgd. Die is heerlijk aan het eten. En? Tada! Ik heb de tafel al gedekt. En Daan is nog altijd aan gamen. Dus ja, Linda komt ook zo thuis. En dan kunnen we de boel afgieten. Het eten is klaar. Dan gaan we dat eerst even de jus maken. De water was al bijna weggekomen. Ja goed, ik was even niet op het letten. Maar ja goed, kan altijd zo veel, hè? Ja, en ik kreeg laatst een reactie over de bakboter wat ik iedere keer weggooi. Wij hebben dan zakjes daarvoor. Want dat gaf iemand een reactie. Heel lief trouwens, daar niet van, maar... ja. Er zijn schijnbaar mensen die vinden dat lekker op die manier jus te eten. Ja. Dan gaan we jus maken. Ja, ja. Pardon. Ik heb nog altijd een klein beetje last van de keel. Maar ja, dat kan altijd nog wel gebeuren. Hallo! Ja? Heb je lekker gegeten? Ja? Goed zo. Heb je lekker gegeten? Ja? Goed zo, hè? Het is eigenlijk zo in de keuken, hè? Ja. Kijk, en daar staat hij, hè? Kijk. En daar komt hij. Zeg maar hallo, mensen. Ik zeg niks. Zeg maar hallo mensen. Je zegt niks. Ik ga even de jus even afmaken. Ik heb de jus heb ik klaar. Dus ik ga even de adempeltjes even afgieten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. De adempeltjes zijn klaar. De adempeltjes zijn klaar. Ja, 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 ja. Even wachten tot de jus klaar is. En dan, ja, is de juslepel. Zo, dat is dat, en dat is ook dat. Even zo. Oh, ja, goed.
moet toch nog schoonmaken. Zo. Krijgt hij de perfecte kleur? De jus? Zo, ik ga er eens even. Yes! Het eten is Fuji! Tada, het staat heerlijk op tafel! En we gaan lekker eten! Van onze heerlijke koningsmaaltijd! Dat heeft toch altijd lekker, hè? Aardappelen, vlees en groenten. Wij zijn klaar met eten, dus we gaan de boel gaan we opruimen. En de vaste dingen we doen, dat gaan we even doen. En dan hebben we dat in ieder geval. Dan gaan we dat eerst doen. En dan kom ik daarna weer bij jullie terug. Alright. We hebben alles klaar. Tadaa. Alles is weer netjes en mooi schoongemaakt. De vaart staat er weer aan. Ik heb het ontbijt vanmorgen vroeg heb ik klaargezet. En dan hebben we het weer erop zitten voor vandaag. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Wij in ieder geval wel. En dan ga ik nu echt afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En doe dat even. Blijf je van alles op de hoogte. En als je ons YouTube kanaal kent. Geef het alsjeblieft door aan andere mensen. Dat zou hartstikke mooi en fijn zijn. Dus toedeloe en tot morgen. Peace. Oh ja, en alles wat jullie wenselijk is, wensen jullie toe. Doei, tot morgen.